dat jullie weer kijken. Vanmorgen gaan we het hebben over grootouders in coronatijd. Zelf ben ik oma van 5 kleinkinderen in de leeftijd van 1 tot 5 jaar. Toen de coronacrisis begon, waren de jongste, 3, nog geen jaar. Helaas hebben we hun verjaardagen moeten missen van hun eerste levensjaar. Ja, ze zijn klein, ze begrijpen niet dat je niet naar elkaar toe kan gaan, afstand moet houden. Dus we hebben ze echt langer dan 3 maanden niet gezien. Je mist ze. En dan ja, zei ik tegen mijn man van, nou ja, er zijn opa's en oma's die hun kleinkinderen in het buitenland hebben. En die moeten ze ook zo lang missen. Maar tel je zegeningen, ze zijn verder allemaal goed gezond. En we hebben ze nu inmiddels al wel weer ontmoet. Vandaag ga ik jullie voorstellen aan een opa en een oma die al een carrière als opa en oma achter de rug hebben. Ze hebben wat oudere kleinkinderen. Hoe zijn zij daarmee omgegaan? Ik vind het fijn om jullie voor te stellen aan Jan en Dieneke Nijstad. Goedemorgen Jan en Dieneke, wat geweldig dat jullie vanmorgen hier bij dit interview wilden zijn. Goedemorgen Jolanda. Dag Jolanda. Het had even wat in de aarde, voet in de aarde, voordat we de connectie hadden, maar... Dat zou je niet vertellen. Oh nee, ik zou niks zeggen. Hey, ik ken jullie natuurlijk goed, maar de mensen die kijken niet allemaal. Dus misschien goed als jullie jezelf even voorstellen wie je bent en wat je een beetje in je leven gedaan hebt. En dan zullen we beginnen met Dieneke. Jolanda, al vanaf haar 4e jaar, hè? Wat zeg je? Ja? Al vanaf je 4e jaar, zo'n beetje. Ja. Toen liep ik aan je hand, hè? Ja. Iets is ouder. Ik ben Dieneke Nijstad. Ja, je wilde ook iets weten over werk. Ik heb eigenlijk, hoofdzakelijk ben ik huismoeder geweest. Ik heb wel gewerkt toen de kinderen naar school gingen, toen ze 4 werden. In de thuiszorg, zodat ik thuis kwam. Dat ze, als hun thuis kwamen, dat ik dan ook thuis was. Veel vakantiekinderen, pleegkinderen gehad, dus dan moest je ook eigenlijk wel thuis zijn. Toen die allemaal groter waren, toen ben ik gaan werken op de vrije school als pianiste. Bij de Eurythmielessen, dat was een heel leuk baantje. Vleugel van 2,20 meter, weet je. Wauw. Ik had een hele leuke baan aan. En toen kregen we kleinkinderen. En toen heb ik eigenlijk 20 jaar minimaal 3 keer in de week op kleinkinderen gepast. Wauw. Ja, en je bent nu ook intussen groot geworden. Dus dat hoeft ook niet meer, jammer genoeg. En je hebt heel veel vrijwilligerswerk altijd gedaan. Nog steeds. Ja. Ja. Ik ben bijna 40 jaar bij de Zonnebloem. Zit ik nu ook gewoon in bestuur. Nou, zangkoren, dat kunnen ze ook altijd vinden, hè. Ze zitten ook bij een zangkoor in bestuur. En dan kom ik eigenlijk in alle verpleeghuizen hier in Meppel. En meestal met zangmiddagen of koren begeleiden. Ja, en dan heb je nog je kerk. Hè? Kinderlijsten bij de kerk, ook mijn hele leven zo'n beetje. Ja, je bent een hele bezige bij. Een hele intensief, lekker, altijd bezige moeder en uw oma. Jan. Ja. Jan, vertel eens wat, wie is Jan Nijstad? Ja, ik heb eigenlijk naast Tineke maar een heel saai leven. Hij kookt. Ik kook nu, ja. Want daar is er nooit tijd voor. Dit terzijde. Nee, maar ik ben geboren en getogen in Meppel. Ik ben inmiddels 74 jaar. En ik heb ongeveer 45 jaar bij een krantenbedrijf gewerkt. En eigenlijk alle geledingen van dat bedrijf doorgemaakt. Van handzetter tot machinezetter. En uiteindelijk ben ik eindopmaakredacteur geworden. En dat heb ik het langste deel van mijn werkzame carrière gedaan. Ik heb mij heel weinig met de opvoeding van mijn kleinkinderen. Want die 20 jaar dat Dieneke oppaste, werkte ik nog fulltime. Niet allemaal. En... ja, nou ja, de laatste paar jaar niet. Dus toen heb ik er misschien nog wel een beetje van kunnen genieten. En vanaf het moment dat ik met pensioen ging, heeft Dieneke mij meegesleept naar de zangmiddagen in de verpleeghuizen. Terwijl ik helemaal geen zanger ben. Maar ja, ik geniet er wel van, moet ik zeggen. Ik zorg meestal dan voor de catering. En ja, het is leuk om
misschien heel raar gezegd, maar het is heel leuk om met demente bejaarden om te gaan. We lachen veel. Mensen die... wij doen een bijbeluurtje. En er wordt de psalmen en gezangen gezongen. Nou, ik moet constant de teksten bij hebben, want ik ken ze niet. En die mensen zingen met de verkeerde bladzijde voor, zingen ze alle liedjes keurig mee. En van voren aan tot achteraan, geen missennood, laat ik het maar zo zeggen. Ja, wat mooi om dat nog voor die mensen te kunnen betekenen. Ja, nou, ik had nooit gedacht dat ik zo ver zou komen dat ik dat zou doen. Maar ja, het raakt je soms. Ja, en het leuke is dat het ook leuk is om met een man te praten een keer. Er zijn heel vaak vrouwen die dat doen. Maar de mensen, en vooral mannen, die vinden het ook leuk om over hun werk te hebben. En ja, je hebt heel ander soort gesprekken met een man. Ja, en ook leuk dat jullie dat samen kunnen doen. Ja. De coronatijd. Vertel even, hoeveel kinderen en kleinkinderen hebben jullie eigenlijk? We hebben 3 getrouwde dochters. En samen hebben we 8 kinderen. We hebben 8 kleinkinderen. En in de leeftijd van die kleinkinderen? Eergisteren is de jongste 12 geworden. En in maart is de oudste 23 geworden. Ja, kan je nagaan. Dus jullie hebben al heel wat jaren achter de rug als opa en oma. En toen kwam de corona en toen mochten jullie niet meer bij elkaar komen. Hoe hebben jullie dat beleefd, ook wat betreft het opa en oma zijn? Nou, het toeval wil dat 15 maart, toen begon het eigenlijk dat je geen handen meer ging geven. Toen was er een kleindochter jarig. Nou, daar zijn we nog wel heen gegaan, dat deed iedereen nog. Alleen toen gaf je al geen handen meer. En binnen de periode tot en met vandaag is er ook een kleinzoon jarig. Zijn er 7 van de 8 jaren geweest. Mm-hmm. Nou, het is zo niets aan. Dus we hebben op 1 jaar, die woont heel klein in een studentenflatje, dat ging ook maar echt niet, zijn we toch wel gegaan. Het was natuurlijk steeds heel mooi weer. En ja, dan kon je buiten met afstand. Niet gekust, geen handen gegeven. Heel, heel afstandelijk, niks aan eigenlijk. Ja. Hebben ze wel gezien. Maar wel meer op afstand. Vooral omdat 1 dochter ook in de zorg werkt en heel bang is natuurlijk om iets mee te nemen naar haar huis. Wel heel voorzichtig, maar we hebben ze wel gezien. Oh, jullie hebben de hele coronatijdperk hebben jullie je kleinkinderen gezien? Ja, maar niet veel. Nee. Vooral met de verjaardag op afstand. En ook niet geknuffeld, helemaal niet. En af en toe dat ze langskwamen. Maar kinderen vergeten het heel snel, hè. Die gaan heel gauw toch te dichtbij. Ja, dat vonden we. Dat was voor onszelf, wel voor de dochters die in de zorg werken. Ja. Ja. En dat was natuurlijk in mijn geval, want ik heb ze natuurlijk heel klein, van 1 tot 5. Dat is niet te doen. Je kunt daar niet naartoe gaan en zeggen, je mag niet knuffelen. Dat wordt niet begrepen. De corona. Het gaat nu allemaal wel wat losser weer. Hè? Je hebt versoepelingen. Merken jullie daar ook wat van? Of zeggen jullie van, nou, eigenlijk is het hetzelfde gebleven? Ja. Wij wonen in een omgeving waar je het eigenlijk niet eens zo merkte. Er waren hier maar sporadisch wat gevallen. We wonen in een hele mooie omgeving, dus het weer was perfect. We hebben heel veel gefietst, dus we konden er wel uit. Het enige wat je dan mist is dat je niet op een terrasje kunt gaan zitten om even wat te drinken of te eten. Nou, dat is ook weer goed voor de lijn natuurlijk, hè, want met lucht of fietsen en niks eten onderweg, nou, dan red ik dat heel goed. Ja. Dus dat heeft wel zijn voordelen. Nou, verder, ja, we hebben bijvoorbeeld Koningsdag, hebben we met de straat toch koningsspelen kunnen doen. Weliswaar op gepaste afstand. Iedereen zat op zijn eigen oprit. En de kinderen die liepen van de ene oprit naar de andere toe om een spelletje te doen, onder begeleiding van hun ouders. En we hebben gezamenlijk het Wilhelmus gezongen op Koningsdag hier in de straat. Dus ja, je merkt er dan toch niet zo gek veel van. Het is voor ons heel rustig. We hoeven ons geen zorgen te maken dat onze baan wegvalt. Ja. De AOW en de pensioen komen op de geëikte datums binnen. Ja. Geen kinderen thuis met stress. En natuurlijk heb je best wel, als je hoort van mensen die dan toch met corona te maken krijgen, ja, heb je daar best wel je zorg over. Een verpleeghuis waar je niet meer naartoe mag, omdat je, ja, dat daar een uitbraak is. Ja. Toevallig ga ik vanmiddag voor de eerste keer weer een bezoekje brengen in een verpleeghuis op afspraak. Mag je 3 kwartier komen, wil je helemaal ontsmetten. Bij een mevrouw die ik al heel lang bezoek, met de zonnebloem ook al.
En die is nu dement geworden, maar ze kent me altijd heel goed. En we spelen ook van samen piano nog. De eerste keer, wow. Al die maanden. Nee, ik heb ook gehoord, Dineke, dat jij tijdens de corona met een kleinzoon ging wandelen. Ja, die kwam toevallig thuis en zitten zonder werk. En die zat niet helemaal lekker in zijn vel. En hij moest elke dag een half uur wandelen, maar dat deed hij niet alleen. En ik ook niet, ik doe het ook niet alleen. Dus we gingen samen. We hebben heel veel kilometers gelopen. Ja, geweldig. Ja, ook tijd voor, want de kalender was leeg, hè? Ja. Al doorgestreept, ja. Ja, zo heb je toch nog wel heel veel voor je kleinkinderen kunnen betekenen. Want ze hebben ook gevideobeld natuurlijk, hè? Dat in die periode. We hebben ze verhuisd, dus ja. Ja, die kleinzoon waar ze mee wandelen, die is vrijdag verhuisd. Dus dat wandelen is nu ook afgelopen. Ja, oh. Maar dan werk. Bijvoorbeeld mijn zus, die heeft met haar kleinkind, dan zetten ze ook gewoon de videocam erbij. En die gingen dan gewoon anderhalf uur met elkaar, gingen ze dan kleuren of wat dan ook. En dan met elkaar babbelen. Zo kon je toch als opa en oma, kan je best wel wat voor je kleinkinderen betekenen. Ook al kon je er dan niet bij elkaar zijn. Heeft de corona jullie ook nog wat opgeleverd? Ja, we hebben veel mooie natuur gezien. Veel gefietst. We hebben echt heel veel tijd gehad. En je had het geluk dat het zo mooi weer was. Ja. Wat heeft het ons opgeleverd? Nou, je hebt wel bewustwording van dingen. Je bent wel bewust van... ik vond wel dat de mensen ook wel vriendelijker waren. Meer voor elkaar klaar stonden. Mensen ook veel kaartjes sturen. We hebben met de kinderen van de kerk dat ook gedaan. En bejaarden. Echt dat de kinderen ook bewust werden van, ja, die mensen zitten nu alleen thuis. Hè? Maak ze blij met een mooie tekening, een mooie kaart, hebben ze ook gedaan. Ja. Bloemetjes gebracht naar mensen, weet je, daar ben je wel, je bent wel bewuster geworden van de eenzaamheid van mensen die alleen thuis zaten. Ja, ik ben ook benieuwd van, het is toch een bepaalde soort van rust, wat meer rust onder de mensen gekomen in die periode. En ik hoop dat dat ook een beetje doorzet, maar ja. We gaan het zien. Ik ben bang voor niets, maar... Nee. Om het af te sluiten heb ik voor jullie een paar vragen. En daar mogen jullie gewoon spontaan op reageren. Jan. Ja. Hoe zou jij Dineke in één woord willen omschrijven? Had je niet op briefje staan? Nee, vraag. Nou ja, eigenlijk heb jij dat al gedaan. Iemand die altijd bezig is, altijd onderweg is... Druk, druk, druk. En dat heb ik in de coronatijd dus wel van kunnen profiteren. We zijn heel veel samen op pad geweest. Heel goed ook. En heel veel samen thuis geweest. Ja. Dus de corona heeft toch wat opgeleverd? Jawel. Ik kom altijd op, als ik alleen thuis ben, drink ik bijvoorbeeld nooit koffie of thee. Want dat vind ik een gezelligheidsmoment. Dus dat hebben we nou veelvuldig kunnen doen. En heel vaak in de tuin, lekker in het zonnetje. Ja. Ja, lekker. Wat zijn dan misschien de voordelen van de coronatijd? Ja. Hey Dineke, voor je omgeving, wat is Jan voor zijn omgeving? Ik denk dat hij wel een goed luisterend oor heeft. Dat hij wel mening heeft. Hij kan over veel dingen meepraten. Ja, dan zou je de omgeving moeten vragen eigenlijk. Maar ja, ik denk... Moet je telefoon... iemand is die waar mensen wel naartoe gaan om dingen te bespreken. Ja. Dat hij wel een mening heeft, kan luisteren. Ja. Ja, hij is wel een stabiele factor. Zeg nou gewoon goede adviezen kan geven. Ja. Oké, Jan. Een sterke karaktereigenschap. Dus komen ze niet bij me, hoor, want dat kan niet. Sorry, wat zei je? Nee, wat zei jij? Want dat heb ik niet even gehoord. Wat zei jij? Klusjes en zo doen, dan komen ze niet bij Jan, hoor. Nee. Maar goed, daar heb je weer andere mensen voor. Jan, een sterke karaktereigenschap van Dineke. Ja, nou, ze bewaart altijd de rust, heb ik het idee. Ondanks dat ze altijd druk is, is ze volgens mij altijd wel, ja, de rust zelf. Is niet zo gauw in paniek. En dat vind ik ook wel prettig, moet ik zeggen. Ja, mooi. Ik heb iemand aan de tafel eens een keer. Ik heb iemand aan de tafel. Zijn zenuwen. Hey Dineke, een mooi geschenk voor Jan. Wat zou dat zijn? Een mooi geschenk voor Jan. Een nieuwe auto, zal ik het maar voor.
Voor mij is dan heel tevreden. Ik zou niet weten waar je hem blij mee moest maken nog met iets. Want dat is met verjaardagen ook. Ja, moet je Jan geven. Dan heb je ook alles. En morgen is het voor Jan. Meestal komt het neer dat ik bij mijn verjaardag een diner mocht. Ja, precies. Dat soort dingen. Dat vindt hij altijd heel leuk. Dus ik sta ook altijd op de foto dat ik aan het eten ben. Ja. Ja. Oké, Jan. Even kijken. Waar denk jij trouwens waar ze Dieneke mee kunnen verrassen? Nou, met heel veel muziek en met een iPad. Waar de muziek op kan. Ja. De mensen weten niet, maar je bent ontzettend muzikaal, Dieneke. Je doet echt met kinderen, met volwassenen muziek maken. Je hebt heel veel ook met verstandelijk beperkte mensen heb je een tijd muziek gemaakt. Je bent echt een heel muzikaal. De muziek zit bijna, nou niet bijna, de muziek zit in je. En dat kan je ook heel goed overbrengen. Dat is echt een hele, hele sterke kant van jou, vind ik. Echt een mooie kant ook. Ja, mooi. Ik had het niet beter kunnen zeggen, Jolanda. Hey Dieneke, waar ben je trots op Jan? Waar ben ik trots op? Gewoon zoals hij is. De rust zelf, als je thuis komt, is hij er gewoon. Ik kan altijd goed luisteren als je wat meemaakt. En dat is heel fijn, hè? Als je thuis komt. Er zijn natuurlijk altijd ook wel niet dingen die niet zo leuk zijn die gebeuren. En die kun je dan kwijt en dan kun je het over hebben. Ja, daar ben ik wel trots op. En ja, ik ervaar jullie ook als een heel stabiel koppel. Want hoe lang zijn jullie nu getrouwd? Bijna 50 jaar. Ja, geweldig. Nee, het is altijd heel leuk. Hey, en als jullie een symbool voor jullie relatie zouden moeten bedenken, wat voor symbool zou dat zijn? Ja, gewoon waardoor het zo lang volhoudt? Nou, gewoon ja, een symbool. Een symbool is iets van, weet ik veel, wat een dier of een ding. Of dat is een symbool van, zo gaat onze relatie. Nou ja, daar zijn we mee begonnen met een trouwring. Er zit geen eind aan. En laat ik het zo zeggen. Onder alle omstandigheden, je komt elkaar altijd tegen. Hè? En ja, ik vind dat heel moeilijk te omschrijven, om er daar een symbool voor te nemen. Nou, maar ik vind de symbool van een ring heel mooi, Jan. Beginnen zonder eind. En zo ervaar ik jullie ook. Hé hey, jongens, geweldig, want ik zie alweer dat het eind is. Ik wil jullie bedanken. Jullie vonden het in eerste instantie zo van, ik weet het niet. Maar jullie hebben het toch gedaan en daar ben ik heel erg blij om. Want ik vind jullie geweldige grootouders. En ik hoop ook nog heel lang vrienden te blijven, want we zijn ook goede vrienden. En ik zou zeggen een hele fijne dag en we zien elkaar gauw, denk ik. Dankjewel. Succes verder. Fijne dag. Doei. Oma zijn is nog fijner dan het opvoeden van je eigen kinderen. Ze voelen eigen, je kunt knuffelen, je kunt ze verwennen. En daar zijn opa's en oma's voor. Het is een serieuze taak, ook in deze crisisperiode. Tot volgende week en blijf gezond.